Onder het thema Nurses a Voice to Lead, Health is a Human Right, heeft het Elsje Vink Sanitair College COVAP de Dag der Verpleging ingeluid. Wereldwijd wordt op 12 mei de jaardag van Florence Nightingale de Dag der Verpleging herdacht. Nightingale wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Volgens Wanimba Bamuye, onderwijsmanager van het COVAP, is deze dag belangrijk om iedereen die het vak uitoefent eraan te herinneren dat zij veel liefde voor het werk moeten hebben. Voor de pupillen die hier een opleiding volgen, vinden wij deze dag daarom ook heel belangrijk, benadrukt Bamuye. Dat wij zo kunnen uitleggen hoe waardevol ons beroep is en dat er een moment is om elkaar lief en leed voor lief en leed aan elkaar te geven, aandacht te besteden en te bezinnen wat de rol is van hun als aanstaande verpleegkundigen, ziekenverzorgende en verpleegassistenten. Onze verpleegkundige docenten, want het is onze verpleegkundige docenten zijn in het bijzonder. Vandaag hebben we ze dan in bloemetjes gezet. Hun de waardering gegeven van voor het harde werk dat ze al die jaren hebben gedaan. Dus vandaar dat we ze toch in de bloemetjes hebben gezet. We hadden optredens van studenten van onszelf. Studenten die hier op school zitten. Vervolgens hadden we ook een speech door een van onze opleidingscoördinator, mevrouw Abendanon. En vervolgens hadden we dan een toast door middel van een champagne en een taart. Bamuye zegt verder dat een opleiding tot verpleegkundige of ziekenverzorgende zeer in trek is. Niet alleen personen die willen werken in een ziekenhuis worden ingeschreven, maar ook zij die slechts interesse hebben, mogen zich inschrijven. Volgens de onderwijsmanager is dat te merken aan de lange wachtlijst die er is voor nieuwe inschrijvingen. Nou, ik moet aangeven, op de basisopleiding hebben we 900 zoveel studenten. Met de postbasis en de hbo-studenten komen we dan op 1100 zoveel. In totaal zeg maar 1200 studenten hier op de opleiding. We hebben een lange wachtlijst. En onze wachtlijst is ongeveer, als ik het goed heb, 600 zoveel mensen. Die wachten, die nog steeds wachtende zijn om de opleiding hier te komen doen. En waarom is dat? Wat duurt zo lang? Ja, je moet ook ervan uitgaan, de opleiding duurt driejarige opleiding in één jaar. We hebben ook, je moet letten op accommodatie en ook onze docentenkorps. Want op een gegeven moment ga je dan hebben, dan docenten moeten kunnen maar een x-aantal groepen maar hebben onder hun. Want ze moeten ook een x-aantal lesuren aan lessen besteden, zeg maar tussen de 28 en de 32 lesuren per week. Dus daarmee moeten we ook rekening houden, waardoor wij dan niet alle mensen, alle studenten in één keer laten starten. Wat we wel doen is, zeg maar bijvoorbeeld, als we in juni drie groepen laten afstuderen, dan starten we dan in oktober met de x aantal groepen die zijn afgestudeerd. Wienamba Bamuye, onderwijsmanager bij het Elsje Vink Sanitair College COVAP. Zij sprak na de viering van de Dag der Verpleging vandaag in de kantine van het COVAP. Morgen 12 mei wordt wereldwijd deze dag herdacht.